Het aantal graden van een hoek kun je meten met behulp van een geodriehoek. Een stappenplan om het goed te doen. Als je een hoek hebt die je wilt meten, dan pak je je geodriehoek. Je legt de langste zijde van de geodriehoek op een van de benen, zodat het nulpunt precies op de hoek ligt. Je kan nu bij het andere been het aantal graden aflezen. Maar daar zie je twee getallen. In dit geval 50 en 130. Er kan natuurlijk maar één getal goed zijn. Daarom moet je even kijken naar het soort hoek wat je hebt. Deze hoek is een scherpe hoek en een scherpe hoek is minder dan 90 graden. Daarom moet deze hoek 50 graden zijn. We schrijven dan ook wel hoek. Q is 50 graden. En zo met je hoeken. Laatste stap is de hoeken zelf tekenen. Dat komt aan bod in de volgende video. Voor nu, bedankt voor het kijken en natuurlijk graag tot de volgende keer.